We hebben lang getwijfeld met de ploeg om hier te starten, al dan niet. En de familie een beetje gesteund heeft dat we hier starten. Dus we hebben de hele tijd met Björg in het hoofd gereden. En deze overwinning is dan uiteraard voor Björg. Ik denk dat deugd doet voor de ploeg. Gewoon de overwinning voor Björg die we de hele tijd met ons meedragen. Het was meteen koers van start tot finish, zeg maar. Onderweg hebben we jou ook al in actie gezien. Vertel eens het verhaal van deze rit. Ja, inderdaad. Ik denk dat wij een zware wedstrijd nodig hadden. Dus het was goed dat Stan de aanval zat. Daarna heeft hij mij nog super goed geholpen in de ontsnapping voor tempo te maken. Toen dacht ik alleen te gaan, maar dat was nog een beetje te vroeg. En toen heeft Laurens de Plus super hard geattaqueerd en heeft de wedstrijd hard gemaakt. Toen waren we met 3 vooruit. We voelden een beetje dat Hirschi heel goed was, maar niet voluit wou meerijden. Dus Laurens en ik hadden afgesproken van samen te werken, een beetje tegen Hirschi, omdat we Laurens en ik elkaar goed kennen. En uiteindelijk werd het toch een sprint en heb ik heel nipt gewonnen.